handrem los. De wagen er even uit duwen om het touw strak te krijgen. Zoiets zal zijn. Dan moeten we toch nog even opspannen. En dan halen we de jerkens naar beneden. Hup, daar komen ze. Ja. Ja, los. En ze gaan eraan pakken. Oké, de tijd is. Ja, Filip, dat was heel snel. Dat was heel snel. We gaan wisselen van plaats. Luc, ga jij maar al naar boven. Ja. En Filip, kom eens even bij mij staan. En je handen een beetje geschaafd? Ja, dat brengen we dadelijk even naar. Kom, kijk maar even mee. Ben je zover? Ja? Oké, dan gaat de tijd nu in. Dat gaat wel heel snel, Filip. Ja. Dat gaat wel heel snel, zo te zien. Handrem even los. Dan vooruit duwen. Ja, dat zal het ook weer zijn. En de jerkens komen naar beneden. En in de laad. Oké. Heren, kom even met me mee. Kom maar mee. Dat was snel. Ja, een beetje... Een beetje geschaafd, een beetje geschaafd. Ja, we gaan dadelijk een beetje verzorgen. Hoe zit het? Wel, onze uitdager Filip heeft daar 57 seconden over gedaan. Wat verschrikkelijk snel is. Maar Luc heeft dat gedaan op 45 seconden. Wat ongelooflijk goed is, hè? Ja, absoluut. Ja, ja. Ja, voorzichtig, jongen. Filip, bedankt voor de komst. Dank je wel. Nog een goede avond en bedankt voor de komst. En nog veel plezier met de trouwpartij. Ja. Luc, we gaan afscheid nemen, maar we zien elkaar volgende week terug. Zeker. En dan gaat het al over 50.000 frank. Maar we hebben nog een mooi avontuur voor u klaar. Hoor. Maak je geen zorgen. We zullen wel zien wat er gebeurt volgende week. Bedankt voor de komst. Dank je wel. Dat was dus Viersprong voor vandaag. Volgende week zijn we opnieuw. En wie komt er dan nog? Volgende week staat er heel wat op het spel, Zakkie, voor de volgende theoretici. Camille van Nijgen in de categorie Nederlandse literatuur. En Annemarie van den Berg in de categorie Vlaamse beweging. Eén misser en het 500.000 gaat aan hen voorbij. Of dat goed afloopt, zien we dus over 8 dagen, Zakkie. Yesterday, all my troubles seem so far away. Nee. Niet gisteren, maar volgende week worden de troubles hier uitgevochten in Viersprong. Maar dan komen onze kandidaten die alles weten over de Beatles. Tot volgende week. Maakt M&M's de chocolate champion van de Olympische Spelen 1992? Is het die heerlijke melkchocolade? Het kleurige laagje eromheen? Het plezier van te delen? Of is het gewoon omdat M&M's melkchocolade in je mond smelt en niet in je hand? M&M's, officiële sponsor van de Olympische Spelen 1992. Eindelijk kan je de natuurlijke glans van je vloer bewaren dankzij Sofix, de nieuwe vloerreiniger die je vloer verzorgt en een fleurige frisheid geeft. Sofix actieve vloerverzorging houdt je vloer verfrissend mooi. Bij mij thuis wil ik een maximum aan netheid, aan hygiëne. Om te verhinderen dat er microdeeltjes uit de stofzuiger ontsnappen, heeft Calor een serie filters geplaatst die 99,9% zuiverheid garanderen.
En de mand bespaart me elk contact met stof. Is het meer dan schoon, is het zuiver, dan is het Filter Plus van Calor. Calor bedacht Effiness, een uniek massagetoestel dat u toelaat af te rekenen met cellulitis. De resultaten zijn meetbaar. U bent niet overtuigd. U hebt toch twee benen? Probeer Effiness dan eerst eens op één dij. Effiness van Calor. Niemand kan u overtuigen, behalve uw dij. Mag ik het op twee dijen doen? Koel te houden als het er warm aan toe gaat, Jupiler NA alcoholvrij. Al de brouwkunst van Jupiler in een alcoholvrij bier om bier tegen te zeggen. Jupiler NA op en top Jupiler, op en top bier en alcoholvrij. Je wil prachtig haar, ook als het snel moet? Nieuw van L'Oréal L7 Conditioner Mousse. Na het wassen L7 Conditioner Mousse. De eerste crèmespoeling in moussevorm die je niet hoeft uit te spoelen. Je haar is makkelijk te kammen en perfect verzorgd zonder spoelen. L7 Conditioner Mousse geeft mijn haar zachtheid en glans en maakt het luchtig en soepel. L7 Conditioner Mousse van L'Oréal werkt snel en zonder spoelen. Het is een stralende zon, die je glimlachen doet. Je geluk kan niet op, want het leven is goed. Supercrème van Jean Boursy, borde voor levenslust. Ze hebben mijn handtas gestolen. Gestolen? Ik ga je onmiddellijk een nieuw slot kopen. Een alarminstallatie. Wat is er, jongen? Bang voor dieven? Er is een dief in huis. Een dief? En? Alle middelen zijn goed om de dief buiten te houden. Maandag in de Gouden Jaren. En daarna gaat MacGyver op zoek naar de eeuwige jeugd. Drink young. Be young. Wat een slogan. The water. It never stops flowing. The spring is eternal. MacGyver probeert een fabel de wereld uit te helpen. Maandag om 8:30. En daarna zou er wel eens een nieuw hoogtepunt op het VTM-programma kunnen staan. Goedele is pas 12, maar ze beschikt over een kennis van meer dan 800 verschillende soorten dinosauriërs. Wint zij het 500.000 bij Mike Verdreng? Voor het antwoord op deze en andere vragen, kijk maandag naar de vraag van 1 miljoen. De maand mei wordt een echte filmmaand bij VTM, want elke zaterdagavond wordt u verwend met maar liefst 2 speelfilms van de bovenste plank. En dat is ook vanavond zo met Working Girl. Deze kaskraker sleepte maar liefst 6 Oscar-nominaties weg en getuigt ook van een schitterende soundtrack. Tess McGill, alias Melanie Griffith, is een onderbetaalde typiste op een kantoor in Wall Street, maar is vastbesloten hoger op te komen. Hoe ze haar weg probeert te banen en waar ze uiteindelijk terechtkomt, krijgt u nu te zien in Working Girl.